Robert Ech. Ik ben schoolaanleider. Het is dit jaar mijn tiende jaar, mijn tiende seizoen. En ik heb denk ik kleine 2500 kinderen hier al langs gekomen. Het leuke van dit vak is, terwijl ik erover vertel, word ik er ook bijna emotioneel van. Het pure van de kinderen, ja, hoe die reageren bijvoorbeeld. Ik heb kinderen gehad die vragen, Robert, nou, heb je zo'n grote aardappelplant, wanneer komen die aardappels nou eens aan die plant? Nou, zulke dingen, dan weten kinderen gewoon niet dat die dan onder de grond. En daarom is het, ja, dat is dus het mooiste van de schooltuin, dat elke keer weer ik opmerkingen krijg van waar zij totaal geen idee van hebben hoe het groeit en bloeit en hoe het ontstaat. En dat uit zaad een winterwortel en een biet groeit en dat een uitje van een centimeter groot, dat die zo groot wordt als mijn hand, zeg maar. Dat hebben ze totaal geen benul als ze hier komen. Het is eigenlijk, ik zeg net even zoiets, dat het eigenlijk misschien een feestdagvraag is, want vandaag gaan we onze aardappels oogsten. Ze zijn niet heel erg groot, ze hadden eigenlijk nog wat 2 of 3 weken langer in de grond moeten zitten. Dan hadden we echt sukkel joekels gehad. Ja, dat is niet zo jongens, we gaan nu met vakantie. Het is een vroege aardappel, dus daarom moet hij er nu uit. Nou, ik ga bij het tuintje van Charlotte, ga ik het voordoen hoe we het gaan doen. Dus normaal is een aardappel oogstrijp als het loof helemaal is afgestorven. Dus hij is nu nog eigenlijk niet helemaal oogstrijp, maar nogmaals, hij moet eruit. En als ik hem dan omhoog haal, dan trek jij ze omhoog, goed? Dan zeg ik ja. Verwacht op. Kijk, hij is helemaal verrot. Leuk, hè, of niet? Daarom vind ik het nu zo leuk om jullie dit over te brengen, zeg maar. Dat jullie nou voor de rest van jullie leven weten, hey, oh, groeit nou op die manier bietjes en die manier een worteltje. En die aardappels, oh, stop je er 1 in de grond, er komen er gewoon 40 boven de grond. Fantastisch. Dat is de natuur. Ik vind het zelf heel leuk bij de schooltuinen, omdat we dan heel veel planten en dan mag je het zelf ook naar huis nemen. En dan heb je hoef je thuis niet meer naar de winkel om iets te kopen. Ja, Robert zei al dat we moesten zeggen tegen onze ouders dat ze geen groenten moesten vandaag kopen, want we krijgen natuurlijk ook al sla en aardappelen mee. We zijn nu bezig met de aardappelen oogsten. Ja, we gaan straks ook nog sla oogsten en zo, 4 kroppen sla. En ja, maar ik vind het ook wel heel leuk op de schooltijden. Ik heb een Mickey Mouse aardappel geoogst. Ja. En ik heb 62 aardappelen, alles bij elkaar, daar heb ik er 62. Nee, en die Mickey Mouse telt voor 3, dus oh ja, dan heb ik er 65. Ja. En nu hebben we de sla geoogst. En mijn lievelingssla is ijsbergsla, dus ik denk dat wij dat wel gaan eten. Dat weet ik niet meer. Eikenblad. En ik vind de... Lolo Rossa? Deze het lekkerst en dat is de ijsbergsla. Wij twee gingen dan zo'n restaurant in zijn huis maken. En dan alles wat we hier hebben geplant... Daar gaan we een restaurant maken. Ja. Wat vond jij het leukst? Ik vond de slaoogst het leukst. En ik vond het allebei even leuk. Maar andere keren, zoals het zaaien, vond ik ook heel leuk. Alles op de schooltuin vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, nou, het was een heel leuk jaar. En volgend jaar komen we weer. En misschien moet het dan ook weer zo'n leuk jaar.